Ik heb u ook in de eerste helft nog een mooi gedicht van Willem Wilming laten horen. Maar er was nog een groot dichter en schrijver, weliswaar een Nederlands dichter schrijver, die gek was op voetbal en zelf ook nog een beetje voetbalde. Dat was Kees Budding. Kon ook wel geestige dingen zeggen. En die heeft ooit eens een gedicht, verhaaltje geschreven. Dat heet De Luchtverkeer. En het begint zo. Het moet lente 1935 geweest zijn. We speelden uit met DFC A tegen de Alblasserdam junioren. Het was een rommelige wedstrijd met veel gehaak en gejuw. En op een zeker moment raakte de vader van onze linksbuiten, als toeschouwer meegekomen, haast slaags met twee forse boeren nadat de rechtsbek zijn lieve zoontje de grond in boorde. Maar juist toen een algemeen klopfestijn dreigde, kwam eensklaps de Hindenburg aangezweefd. En daar stonden wij, de Alblasserdammers in oranje shirts met de witte baan en witte broeken. Wij in het rood, ook met witte broeken. De scheidsrechter keurig in het zwart op het sappige groene veld. En boven ons hoofd, door de koelblauwe lucht, gleed de Zeppelin precies zoals hij steeds zo mooi in de kranten beschreven werd. Een lange, slanke, zilveren sigaar. Zij het dan wel zonder bandje. We keken allemaal even omhoog in de stilte die plotseling viel. Die vreemde stilte. Een stilte zoals ik die alleen uit zondagsschoolboekjes kende. Daarna ging het spel rustig verder. We wonnen met 4-2 uiteindelijk. Ik maakte twee goals. Dit is dus een verhaaltje van Kees Budding. Ooit dus aanhanger van het Dordtse DFC. En misschien wel de eerste schrijver die zelf voetbalde en ook graag gedichten maakte over voetballen. Het heet Luchtverkeer, voor de goede orde. Over luchtverkeer gesproken. Vandaag 122 vluchten van en naar Schiphol geannuleerd. Vanmiddag was er geen zuchtje wind. Vreemd. Vorm van matchfixing kan dit zijn.